Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een tutorial geven in Stormworks en dat gaat over een modular engine. Dus we gaan een zelfgemaakte motor maken, niet eentje die al klaar is en die je gewoon kan connecten. Maar nu gaan we er eentje zelf maken en een vorige video die ik had gemaakt had ik mij laten zien. We gaan er ook eentje bouwen. Zal wel een beetje hetzelfde uitzien denk ik en laten we beginnen. Dus je pakt gewoon eerst blok, zet je hier neer en dan kan je een platform maken. De grootte maakt niet heel veel uit, een beetje zo is al goed eigenlijk. En dan gaan we beginnen met de motor. Dus ik typ altijd bovenaan engine, dan komen de meeste onderdelen wel altijd. Dus wij gaan een kleintje maken. Dus eentje die niet veel energie kost. Gewoon een simpele. Dus dan moet je even zoeken naar een engine crankshaft. Oké. Dan pak je eerst even de blokjes. Maak je een paaltje. Bijvoorbeeld van 4 lang. Dan pak je de crankshaft. Die draai je totdat ze zo staan. Dus die twee openingetjes zo. Daar plaat je ze allemaal van. Dus dat ze soort van allemaal in een rijtje zo netjes zitten. Dan ga je een cilinder pakken. Dus dan doe je een modular engine cilinder. In dit geval 1x1. Die zet je gewoon zo op. Dat je overal van die puntjes ziet. Of de klepjes. Dat je dit hebt. Dan gaan we... Wacht even hoor. Dan gaan we even kijken totdat je deze ziet, de Modular Engine Clutch. Daar is eigenlijk de energie wat we maken kan hier uitkomen. Dus die zet je aan een van de kanten met zo'n opening. Selecteer het weer, dan ga je naar Modular Engine Drive Belt. En die zet je aan de andere kant dan, bij zo'n open plekje. Dus dit is de main as hier. En dat zit ook hiernaar geconnect, dit dingetje. Oh, oeps, dat was niet mijn bedoeling. Ik pak ze weer. Dan gaan we zoeken naar een alternator. Die zet je, die draaien totdat, op een manier dat die, even kijken. Draaien vind ik altijd heel lastig, dat die zo zit, aan een van de kanten. Dat met het touwtje er omheen zit. Als bij het plaatsvoorbeeld, dan kan je hem zien. Dan ga je weer terug en selecteer je de, even kijken, de engine starter. Die doe je op dezelfde manier op als je de andere deed, zo dus. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we hier naartoe. Dan pakken we Modular Engine Fuel Manifold ding. Even kijken. Maakt niet echt uit hoe je hem zet. Ik zet hem wel zo. Omlaag gericht. Het maakt niet... waar je hem zet trouwens maakt niet heel veel uit. Ik zet hem... Ja, dat is wel een goed plekje. In ieder geval een plekje waar deze zitten. En dat hij er zo op zit. Dan gaan we naar de andere kant. En daar gaan we even doorzoeken. Een engine air intake. Zet je zo neer. Met de engine air manifold. Dan pak je... Ja, hoe heet het? Dan ga je even... Bijvoorbeeld... nee, laat. Dan doe je de modular engine coolant manifold. Die zet ik maar aan de achterkant. Het ziet er wel beter uit. En dan zit er twee uiteindes. Punt A. Punt B. Dat maakt nooit echt, maakt niets uit. Dus dan pak je een pijp, maar die geëngeld is in een hoekje. Een bocht. Die zet je neer. Zo. Dan gaan we zorgen voor de koeling. Dus dan moeten we even dit weghalen. En ik zoek dan gewoon een beetje naar beneden. Zo.
Totdat je bij fluids komt. Doe je een heat radiator bijvoorbeeld van 3x3. Die zet je zo neer. Dus dat de twee pijpjes bij de andere twee zitten. Dan pak je een rechte pijp. Die zet je erop. Dus het, de hitte met de fluid gaat eruit. Wordt hierdoor gekoeld en komt er weer terug in. Ik heb geen pompen, misschien dat dat het effect versterkt. Je kan het ook voor de benzinepomp doen, maar dat is nu niet nodig. Dan gaan we een benzinetank pakken. Dus dan pak je een fluid tank small. Of het maakt eigenlijk niet uit, het is een beetje wat je wil. Kleintjes eigenlijk al wel goed. Die zet je zo neer onder de benzine inlaat. En zet je een pijpje op. Dus benzine is geregeld. Dan ga je, selecteer als weg. Dan ga je weer scrollen. Je gaat naar fluid. Pakt zo'n fluid port. Die richt je aan de onderkant. Dat het met streepjes aan de onderkant wijst. Dat hier de connectie hier aan vast zit. Dus dat hij ook lucht kan pakken. Dat hebben we nu. Even kijken. We hebben volgens mij... volgens mij hebben we nu alle dingen die het nodig heeft. Dan gaan we wat spullen pakken. Dus we pakken een button. Een push button. Dus dat is eentje voor de starter. Eentje voor de radiator. Dan pakken we een lever. Dus we doen eentje voor die de benzine, hoeveel benzine erin komt. Eentje voor hoeveel lucht erin komt. En eentje voor de generator. De alternator. Dat zit dan goed. Dan maken we bijvoorbeeld een klein muurtje zo. Dat maakt niet echt uit. Keer je alles weg, dan doe je een dial. Pak je gewoon deze. Eentje voor benzine, elektriciteit, temperatuur en rondjes per minuut. Dat is nu gedaan. Dan zoek je batterij, het Engels. Pak je klein batterijtje en zet je hier neer. Dan gaan we connecten. Dus gaan we naar electric. Hou ik CTRL in. Connecten we alle dotjes. Zo. Alles heeft nu elektriciteit. We gaan naar data. Dus we hebben een push button nodig voor het starten. Dus dan heb je de starter, connect je met deze. Daar hebben we nog één voor de radiator. Dan hebben we een throttle lever voor de, hoe heet het, de generator voor elektriciteit. De tweede voor de luchtintake en de derde voor fuel. Dan gaan we connecten de dials. Die doen we eentje op elektriciteit, tweede op RPS, points per second denk ik. En nog eentje voor de benzine. Hier hebben we nog een overige, die soort temperatuur, die zet je op de radiator. Dus dat zit aangesloten, dus even checken. De eerste is met deze tool, kan je selecten, kan je het ernaar geven. Oh. Zo. Dan moeten we even kijken bij de tweede. Noemt gewoon fuel. Dan gaan we deze ook een naam geven. Dus dan hebben we deze. De eerste was battery. De tweede was RPS. Dus
snelheid. De derde was fuel. En dan hebben we nog de laatste, temp. Temperature. Oké, dat zit dan goed. Hier zit automatisch wat diesel in. En de elektriciteit. We hebben nog de starter. En de radiator. En dan zijn we als het goed is klaar. Hebben we een motor. Dan klik je gewoon op span. Span hem in. Ik heb het hier zo in dit plekje goed kunnen laten zien. Hebben we ons mooie motortje. Gaan het opstarten. Het goed zitten. Dus. Het is bij mij was het de vorige keer even de perfecte mix zoeken van benzine en lucht. Voordat het echt goed ging doen. Ik hoop dat dat makkelijk gaat. Dus we kunnen hem opstarten. Nog niet gebeurt er. Oh, ik heb een foutje gemaakt. De radiatorknop. Die doe ik weg. Dan gaan we weer een button pakken. We moeten een toggle button doen. Geen push button. Anders moet je hem heel de tijd inhouden om hem aan te houden. En dat is niet handig. Dus dat heb ik even veranderd met dezelfde connecties. Dus wij gaan even kijken. Wacht even hoor. Ik heb het niet helemaal slim gedaan. We hebben nog, natuurlijk nog de output. Daar moeten we wel iets mee doen. Dus we pakken een pipe. Pakken een angled. Die zetten we omhoog. En dan pak je bijvoorbeeld een kleine propeller. Net zoals ik de vorige keer had gedaan. Dat moet al goed zitten. Dan doet het tenminste iets. Dus dit doen we uit. Dus ik weet niet hoeveel lucht. Sowieso doe ik gewoon max benzine. Ik weet niet hoe het moet. Oké, ik ben er weer. Het was een gedoetje. Ik denk dat ik heb ontdekt waarom het niet werkte. Ik heb nog de fuel tank op zijn kop gedaan. Dus dat het misschien beter instroomde. Maar het had geen nut. Blijkbaar was ik vergeten de uitlaat neer te zetten. En ja, dan kom je ook niet echt ver. Nee. Dus ik ga dat er nu even opzetten. Ik laat het zien. Dus je typen we weer engine in. En staat hier een modular engine exhaust manifold corner. Die zet je zo. Even kijken hoor. Ja, dus dan zet je op deze twee. En deze twee. Dit is niet echt netjes gemaakt. Ik heb niet echt bedacht hoe ik het ging doen. Maar ja. Doen het zo. Dus op elke cilinderblokje zit exhaust ding. Ik ga ze nu niet connecten. We doen gewoon gelijk al allemaal exhaust dingen erop. Dus je diep action. Dan weet je wel genoeg. Dus dan doe je een fluid exhaust. Die zet je op elk van de uitlaatjes. Dan gaan we het weer testen. En ja, ik hoop dat het gaat werken. Dus. Die op z'n kop tank met benzine. Ik denk niet dat je dat ook hoeft te doen. Maar ja. Dus ga even kijken. Naar de goede. Oh, ja, daar gaat hij ook. Oké, nou, ik heb de mix gevonden. Dat is bij mij de lucht op 0,80. Benzine 0,240. Zoals je ziet branden de benzine. De temperatuur stabiel. Misschien is die niet meer geconnect. Weet je wat? Ik zet trouwens de wel aan. Oké. Zoals je ziet, ik zet even het geluid wat zachter. Hij gaat zoals je ziet op 36 rondjes per seconde. Dat is wel stabiel, behalve benzine. Temperatuur ook. Ik denk dat daar even iets fout is mee gegaan. Dat het niet zo goed werkt. Misschien omdat ik het toch niet echt brain pool. Misschien moet er een pomp bij. Misschien laat ik dat de andere keer zien hoe dat moet. Is niet lastig. Maar ja, het is gelukt. En nu heb je eigen motor.
En nu doen we even kijken. Oh, wacht. We klikken weer op B. We zijn iets vergeten. We moeten natuurlijk de propeller laten draaien. Dus dan hebben we deze. Dus we hebben een throttle lever nodig. Dus die zet je er gewoon ergens naast. En dan ga je naar de throttle van ding. Naar de clutch pressure. Je connect hem even. Je start weer. Ik ben even vergeten wat de combinatie was. Niet echt handig. Ik dacht een beetje 40. 60 of zo. Ik weet niet helemaal. Dus we zetten deze uit. Oké, zo. Dit is echt stom van mij. Oh? Hij deed net wat. Ja, daar gaan we. Tikkie harder. Controle is niet heel slecht, maar hij doet het weer. Het was dus dit. En dan zetten we deze aan. En zoals je ziet, draait de propeller. Dus als we het omhoog doen, zetten we kracht hierop. En dan gaat de kracht door het pijpje naar de propeller. Zoals je ziet, zie je lekker aan het roken ook. Ja, dus hoe je modular engine maakt. Je kan het ook met, natuurlijk met meer doen. Minder, kleinere, grotere. In customizable, maar dit is dus een kleintje. Ja, ik hoop dat jullie die video leuk vonden. Ik hoop dat jullie wat mee kunnen als je het spel wat voor jullie zelf hebben. Misschien je eigen helikopter, boot, iets mee te maken. Ja, ik ben nog hier bij deze video. Dus tot de volgende keer. Ik hoop dat het handig was. En ja, doei!